Op het moment dat je hier een item wilt toevoegen, dus kortom in het menu, ga je naar de achterkant van je website, klik je op weergave, menu bijwerken en selecteer je hier bij pagina's de pagina die je in het menu wilt toevoegen. Maar voordat je dat doet, is het belangrijk dat je het juiste menu selecteert. Want we hebben nu het social media menu geopend. Dit menu vind je op deze website onderin. Om het menu bovenin te selecteren, klik via boven op menu. We selecteren nu de pagina die ik zojuist heb aangemaakt en wil toevoegen in het menu. Dat kan bijvoorbeeld de verjaardagstaart zijn. Ik klik nu op menu toevoegen. Scroll naar beneden. Sleep het item dat ik net heb toegevoegd naar boven. Op de plek waar ik hem graag wil hebben. En als ik tevreden ben, klik ik op menu opslaan. Als ik nu terug ga naar de website, ik herlaat hem, dan zie ik dat ik onder taarten nog een keer de optie verjaardagstaarten zie. Net zoals dat ik al had. Als ik de titel van dit menu item wil aanpassen, bijvoorbeeld gewoon verjaardag, dan kan dat op deze manier. Ik kan ook voor kiezen om er nog een menu lager te plaatsen. Bijvoorbeeld nog onder bruistaart verjaardag. Dan ziet het er zo uit. Dit is een beetje hoe het menu werkt en hoe je een item aan het menu kan toevoegen. Onthoud dus goed dat je het juiste menu selecteert. Dit is van site tot site anders. Maar hou er rekening mee dat je altijd het hoofdmenu selecteert en niet bijvoorbeeld het social media menu, tenzij je daar aanpassingen in wil maken. En weet dat je links de pagina's kan selecteren die je bijvoorbeeld net hebt aangemaakt en hier wil plaatsen. Je kan ook bijvoorbeeld een pagina zoeken en vervolgens toevoegen aan het menu. Op het moment dat je hem toevoegt, scroll je dus naar beneden en daar komt het nieuwe item te staan. Van daaruit kan je hem slepen naar boven en kan je zeggen dat je hem eerste rangs wil hebben, ondergeschikt aan bijvoorbeeld het kopje overige, dus dat hij zo'n drop-down krijgt, of nog eens onder het kopje allergie. En dat is hoe het menu werkt.